Ja, we zijn op pad in de vroege morgen. Het is nog koud. Met een hele leuke auto. Misschien wel de best klinkende V6 in een sportauto momenteel. Namelijk de Jaguar F-Type. Ja, wat een geweldige cabrio is dit zeg. Natuurlijk, die twee gecentreerde uiteindstukken. Ja, de F-Type P340, oftewel 340 pk. Zoals je natuurlijk hier op de achterkant ziet. En wij gaan er lekker mee op pad. We gaan hem met jullie uittesten. Dit is misschien wel een van de leukste cabrio's met de best klinkende V6 momenteel. De Jaguar F-Type. En dan in de 3 liter V6. Een supercharged blok. Ja. Misschien wel het best klinkende V6 blok wat momenteel te krijgen is. En dan zonder OPF filters nog natuurlijk. Ja, dit is wel zo enorm gaaf. We zijn lekker mee op pad. We gaan lekker even een stukje sturen. Dit kun je natuurlijk niet onthouden. En misschien voor de kenners die al langer ons volgen natuurlijk op de video's. Hebben deze auto wel eens gezien. We hebben hem namelijk vorig jaar zomer al eens te koop gehad. En destijds hebben we hem verkocht. Ja, de eigenaar heeft er maar een tijdje mee gereden. En heeft hem toen weer bij ons teruggebracht. Nou, dit is wel heel erg gaaf, man. Wij gaan jullie meenemen. In een ritje met deze geweldige F-Type cabriolet. De Convertible. Lekker een stukje sturen. En uiteraard gaan jullie meer uitleggen over dit geweldige motorblok. En hoe deze auto is samengesteld. Ja, het zijn misschien niet de beste weeromstandigheden voor een cabriolet als deze. Het is nog een graadje of 5. De zon begint nu wel lekker op te komen. Het begint een beetje door te komen. Maar de fun die F-Type biedt is wel zo bizar hoog. Dit is misschien niet een typische sportauto die we kennen, zoals een Porsche of iets dergelijks. Maar die is zo perfect, bij wijze van spreken. Als je hier een 911 tegen gaat zetten, natuurlijk, dan gaat die 911 het winnen. Maar de rijbeleving die een F-Type biedt en de fun die ze daarin gestoken hebben, ook is het misschien niet de perfecte auto, is wel zo bizar leuk. En dat geluid, joh. Oh. Wat heerlijk, oh. Even afremmen aan de fietsen. We gaan weer lekker die dijkwegen op. Als je dan open trekt, jongen. Oh. Die uitlaat, hé. Die V6 met zo'n geluid. En die supercharger natuurlijk op. Fantastisch, hè. Hoe hebben ze dat toch mooi voor elkaar gekregen? Doen die Engelsen toch wel weer goed, hè? Gaan we natuurlijk wel even overschakelen naar de Dynamic. Uitlaat nu ook open. Oh, oh. Wat heerlijk. Ja, je moet wel oppassen dat die achterkant niet volledig uit gaat breken, want hij is 18 wiel aangedreven. Ja, fantastisch, hé. Ja, dit in de ochtend, hé. Oh, oh. Maak je wel gelijk weer wakker, hoor. Nou, we moeten even lekker die pops van benzine erheen komen. Oh, oh. Het loopt zo als een speer. En het is niet eens het vermogen, hè. Het is 340 pk, 450 Nm aan koppel. Maar het is wel zo goed teweeg gebracht. Dit is ook een redelijk zware auto. Natuurlijk die cabriolet variant. Dan merk je al dat die gewoon zwaarder achterin ligt. Ook hebben de kap nu gewoon dicht. Nou, dit hebben ze echt goed gedaan, man. Ja, nou, niet zo heel lang geleden heb ik met de V8 variant gereden, de SVR motor. Die merk je al dat die nog zwaarder is, omdat die dan echt log wordt. Dit is net op het randje. We'll be right back.
we dan kijken naar deze specifieke F-Type Convertible, is het wel een hele gave uitvoering. Natuurlijk dat wit, wat heel erg goed staat, met die zwarte kap. En natuurlijk die hele gave donkere, ja, soort gunmetal-achtig kleurige velgen. Hebben ze wel heel erg goed samengesteld. En natuurlijk die sportstoelen met Alcantara en leer. Ja, ik vind het wel een heel erg gaaf uitgevoerde auto. Natuurlijk, het interieur is wat instaat, heb je al gelijk het gevoel. Dit is typisch Jaguar. Hier hebben ze weer even goed over nagedacht van hoe gaan we die beleving, zoals de rijbeleving, maar ook de beleving om in te stappen alleen al, terwijl je niet eens gereden hebt, gewoon helemaal af te maken. Ja, wat natuurlijk het leukste is met deze auto, dat die flippertjes aan het stuur, die te gebruiken natuurlijk om de perfecte rijbeleving toe te passen. Ja, ik vind het wel een heel erg gave auto. Ik geef het een dikke duim omhoog en ik ben heel erg benieuwd wat jullie zouden kiezen. En is dit wellicht de best klinkende V6 in een cabrio? En je hebt hem natuurlijk ook als coupé. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie zouden kiezen. Kies je dan toch een Porsche? Of misschien een andere auto in dat segment? Of gaan we voor deze prachtige F-Type? Ik zie het graag terug hier in de reacties. Zoals ik al zeg, vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten. Het abonneren die het niet gedaan heeft. En natuurlijk het belletje aan te zetten. Zo blijft u op de hoogte wanneer wij iets nieuws uploaden. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Tot ziens!